We zijn positief over de aandelenmarkten voor volgend jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het economisch herstel dat we verwachten. We zien dan natuurlijk ook de bedrijfswinsten sterk aantrekken. Nou, verder denken we dat de rente voorlopig nog lang laag blijft. Lower for longer. Dus het alternatief is natuurlijk, dat is er niet. Dus je moet eigenlijk wel beleggen in aandelen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de waarderingen, dan zijn die absoluut wel hoog. Daar moet je toch echt voor oppassen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Maar aan de andere kant is de risicopremie op aandelen nog relatief laag als je het vergelijkt met de rente. En als je weet dat die rente dan nog lang laag blijft, dan blijven aandelen voorlopig nog aantrekkelijk. En technisch gezien is het heel belangrijk dat die rally die we de afgelopen maanden zien wat breder gedragen wordt. Dus niet alleen maar technologie en gezondheidszorg, maar ook de cyclische sectoren sluiten zich aan. Nou, toch zoek ik de kanshebbers voor volgend jaar wel in de technologie. En eigenlijk gewoon in de top, hè, de faamaandelen Facebook, Amazon, Apple, Alphabet en Microsoft. Ik wil me nu beperken in dit filmpje tot de drie A's. Amazon, die heeft natuurlijk een hele sterke positie in e-commerce. Zijn dominant in Amerika, sterk opkomend ook buiten Amerika. En die positie in Amerika, die breiden ze steeds verder uit door sectoren te zoeken die niet efficiënt georganiseerd zijn. En daar op de Amazon manier mee bezig te gaan, op een hele efficiënte manier, waardoor zij sterk marktaandeel winnen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Amazon Pharmacy, waar ze enige tijd terug in zijn gestapt. Als je kijkt naar de vergelijkingsbasis met 2020, wordt het natuurlijk een moeilijk jaar. 2020 was een fantastisch jaar. Dat gaan we zo meteen ook terugzien in de vierde kwartaalcijfers. Die worden heel sterk bij Amazon. Maar aan de andere kant vallen er natuurlijk ook heel veel kosten weg. Want ze hebben afgelopen dit jaar ook veel extra kosten moeten maken om die pandemie een beetje binnen de perken te houden. En dat valt natuurlijk volgend jaar weg. Naast retail hebben ze natuurlijk een hele sterke positie in cloud computing. Nou, we zullen zien dat die cloud computing gewoon verder blijft groeien. En dat komt eigenlijk ook omdat veel mensen thuis werken. En daar zien we dat die bedrijfsnetwerken daar nog niet echt goed op gebouwd zijn. En daardoor zullen steeds meer bedrijven hun systemen in de cloud gaan hangen. Dus eigenlijk op alle manieren veel makkelijker bereikbaar gaan maken. En dat is een proces wat nog maar in het beginstadium is. En in de komende jaren nog erg sterk zal groeien. En Amazon is leidend in die markt en kan erin nog een mooie groei gaan vinden. Als je kijkt naar de waardering van Amazon, dan lijkt die optisch natuurlijk wel heel hoog. Hè? Die koers-winstverhouding lijkt heel hoog. Maar als je kijkt naar de enterprise value ten opzichte van de EBITDA, dan is dat 23 keer. En als je kijkt dat de EBITDA dan zo met 20, 25, 30% groeit in de komende jaren, dan is het nog steeds niet echt heel hoog gewaardeerd door Amazon. En je ziet eigenlijk ook dat ik niet de enige ben. Vrijwel alle analisten zijn positief over Amazon. Dus het lijkt mij een hele mooie belegging voor volgend jaar. Ja, een andere belegging is Alphabet natuurlijk, de tweede A. Ja, die profiteert van het herstel van de advertentiemarkt, waar toch wel wat problemen zijn geweest dit jaar. En aan de andere kant hebben zij natuurlijk ook een hele sterke positie in cloud computing. En een van de mooie dingen bij Alphabet is natuurlijk ook de sterke positie in artificiële intelligentie, wat ze in steeds meer diensten kunnen gaan gebruiken. En de belangrijkste daarvan is natuurlijk de zelfrijdende auto. We zien allemaal het succes van Tesla en de waardering van Tesla. Maar Alphabet heeft ook natuurlijk een positie met Waymo. En is wel heel sterk in de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's. En ik vind Alphabet nog altijd relatief laag gewaardeerd. Als je kijkt naar de koers-winstverhouding van 33, 34 keer de winst. Dat is nog altijd niet te hoog geprijsd. De derde A, Apple, die profiteert natuurlijk van de omslag naar vijfde generatie netwerken. Veel mensen zullen dit jaar en volgend jaar een nieuwe telefoon gaan kopen die geschikt is voor de vijfde generatie netwerken. En zij profiteren natuurlijk ook van de sterke groei van dienstverlening. En dat doen ze heel slim, dat loopt echt heel goed daar bij Apple. En het mooiste was natuurlijk recent hebben ze gezegd dat ze in 2024 met een zelfrijdende auto gaan komen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met Alphabet. Apple is ook behoorlijk vergevorderd met artificiële intelligentie. Ik denk dat ze, als je het vergelijkt met Alphabet, nog ietsjes achterlopen. Maar als er één bedrijf is wat zijn activiteiten goed op orde heeft en zijn hele logistiek, dan is dat Apple wel. Dus ik zie hen echt wel in staat om over een paar jaar met een sterke zelfrijdende auto te komen.